lieve Zielfamilie, leuk dat jullie er zijn. Ik ben Nathalie en vandaag neem ik jullie mee naar een weekvlog. Ik zet er alleen meestal niet bij van maandag, dinsdag, woensdag. Ik heb van alles gefilmd afgelopen week en dat krijgen jullie nu te zien. Veel kijkplezier! Mark allemaal. Heb je een olifantje? Ja, het ruikt. Sapje, koffie, een lekker boterham met banaan en pindakaas en aardbeidjes erbij. Dat hoef je niet te zeggen, kunnen jullie zelf ook zien natuurlijk. Te drinken. Nou, vooruit er maar. Alsjeblieft. Even kijken. Een paar handdoekjes mee. Zo, en dan gaan jullie mee.
Nou, laat het zo. Doei. Ik doe altijd maar wat hoor. Ik heb echt geen verstand van. Die huid hier wordt slap hè, in je gezicht. Als je wat ouder wordt, dan gaat het allemaal een beetje, dan gaat het zakken. Het hoort eigenlijk dan zo. Zie je, dan kun je ook aan deze strip zien. Maar je huid wordt slapper, dus dit gaat gewoon naar beneden zakken. Ja, ze moet eigenlijk de hele tijd zo doen. Ik heb het wel eens voor de grap gedaan met een elastiekje. Oh, wat was ik toen jong. Dit moet omhoog. Zo. En dan die. Toen kon je zien hoe ik er vroeger uit heb gezien. Er werd mij verteld dat de lotus een onwijs moeilijke plant is. Kijk eens. Die plant die doet het echt uitstekend. Zij heeft al een aardige hap uit de komkommer. Slakken zijn trouwens, dit soort slakken zijn tweezijdig. Dus ze zijn zowel man als vrouw. Zo, raampjes zitten er weer voor. Nog steeds moet ik hier een glasplaatje voor hebben. Dit is namelijk een glasplaat en dit is plexiglas. En deze beslaat altijd. En het gaat krom trekken, vandaar deze pinnetjes. En het is natuurlijk mooier als ik zo meteen een... in geheel heb. Maar ik vergeet iedere keer naar de glaszetter te gaan om even nieuwe plaatjes te halen. Deze mag ook eigenlijk wel vervangen. Maar even keer twee nieuwe schuifdeurtjes. En hier heb ik een stukje schuim tussen gedaan. Dat is omdat hier een vrij groot gat in zit. Daar kan Freek tussendoor. Dus die doe ik even zo, zodat hij daar niet doorheen kan. Ja, dus daar moet eventjes... Ik heb nog nieuw glas voor. Het is nog maar 9:30. Ik ben onesie. Ik had gewoon echt zin om al te gaan slapen. Ik ga even lekker een filmpje kijken. Ik heb hier een standaard met de tablet eraan. Ik kan nog even wat filmpjes kijken. En daarna ga ik lekker slapen. Met deze lieve schat erbij. Wel rusten. En tot morgen. Ik ga me even gaan omkleden. Ik ga even op weg naar een mevrouw die het terrarium kapot heeft van haar slakken. Twee hele grote slakken heeft, eventjes nu geen terrarium kan kopen. En die zocht een adresje. En die ga ik dus nu ophalen. Dus ik ga hem even gewoon omkleden, want het is wel eventjes een eindje reizen. Voor een aansluiting met de bus en de trein, ging niet goed. Dus ik heb 3 kwartier op het station gezeten. Gelukkig is het mooi weer. Dus ik kom nu 3 kwartier later aan bij die mevrouw voor de slakken. Goedenavond, 5 minuten later bij Complex, zullen wij zo dadelijk het station Deventer bereiken. Wij komen aan. Schuttersbergplein. Wil ik nog even het voordeel vertellen van de eerste klas. Je hebt namelijk onder je stoel, hè? Dit is een stopcontact, kun je laptop aan doen, opladen. Stoelen die kunnen naar voren en naar achteren, leuningen. Zit hierboven zit airco en alles. Nou, het is luxe. Wist je dat er kleine blaadjes op komen? En toen was het donker en koud. Nou ja, het waait te hard en het is donker. Ik spreek jullie zo thuis weer. Het is inmiddels 10 uur geworden. Ze zitten in ieder geval warm in de tas. Het voelt buiten alsof het gaat vriezen opeens.
Hallo. Hallo. Sjoerdje daar. Oh. Hallo. Mijn kleren. Hé, hebben jullie mij gemist? Hallo. Even de gordijn iets dicht doen. Het staat nog half open. Dan heb ik ook wel honger, want ik heb mensen honger mag ik niet zeggen. Dat hebben ze alleen in Afrika. Dan heb ik ook wel trek gekregen. Want ik heb alleen onderweg even wat mango gegeten en een smoothie. Tasje verder goed dicht gedaan. En dan zeggen we welkom bij Nathalie en Joe. Ik zal zo even dit uitdoen en dan zeg ze naar het terrarium brengen. Zo, ik vind hem zo'n beetje licht. Ik mag iets meer eten, denk ik. Het weegt niet heel veel. Wel een hele mooie schelp. Dat ik er mooi zin als het nat is. Ondanks dat het een beetje donker is in huis nu. Het is wel goed te zien hoe mooi het is. Hè? Daar is die koppie. Hallo. Hallo daar. Dit is in het licht. Hallo. Ja. Yeah. Dus te hopen dat ik jullie straks uit elkaar ga houden. Deze is klein. En vies. Dat te zien is er van de schelp al gegeten. Ik denk dat die andere hier aan heeft zitten raspen, zo te zien. Misschien wat gebrek aan sepia. Ook heel erg licht, weegt haast niks. Wat ik dan even doe, want wat ze wel kunnen gebruiken, denk ik, is nog even wat andijvie en komkommer neerleggen. En dan strooi ik daar wat visvoer op. Daar zitten eiwitten en proteïne in. En dat willen ze wel graag eten. Deze heeft iets een rooiig schillen. Zie je? Dus dat is een speciaal soort. Ik zal er even bij schrijven hoe deze heet. Die andere van mij er eens even bij halen en dan kun je het succes van. Dan moet je kennis maken. Kijk, want dit is Nibbles. En die is ook al groot. En dan gaan we even het verschil zien van een huisje. Heel mooi. Kijk, en je kunt het zien. Die ik al had, die heeft een iets dikkere nek. Die heeft iets meer te eten gehad. En dat was de video alweer. Wat gaat dat toch altijd weer snel. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet even te liken, te subscriben, te delen en alles en nog wat. En de volgende keer weer te kijken op mijn kanaal. Vergeet niet het belletje aan te doen. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwe video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!